En wij zijn in 1974 in het bedrijf gekomen, mijn broer en ik. Met mijn vader een firmaverband. En in 1984 hebben wij, zeg maar, is mijn vader eruit gestapt en zijn mijn broer en ik verder gegaan. En we hebben het bedrijf, zeg maar, uitgebouwd van 7000 vierkante meter naar nu 125.000 meter. Dus dat is een aardige vergroting van het bedrijf. En ik heb er nu 2 opvolgers in zitten en mijn broer 1. Dus totaal hebben we ook alweer 3 opvolgers voor de toekomst binnen het bedrijf. Door middel van de assimilatieberichting dat de teelt een enorme productieverhoging teweeg gebracht heeft. Daar zit natuurlijk ook een kostenplaatje aan, maar de productie. In 1984 zijn wij gestart met assimilatieberichting. En toen hadden we 145 takken per vierkante meter. En nu zijn we in staat om 300 planten per vierkante meter te telen. Dus dat is een verdubbeling van de productie per vierkante meter. En dat komt ook door het sortiment. Het sortiment is heel erg verbeterd. De snelheid, de reactietijd van de chrysant. Dat geeft allemaal productieverhoging.